Suriname op weg naar duurzame aanpak drugsproblematiek. Suriname is op weg naar duurzame ontwikkeling van de drugsproblematiek en dat markeert de visie van onze herpositioneringsstrategie met betrekking tot het drugsprobleem in de wereld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op veiligheid, gezondheid en vooral het welzijn van onze burgers, benadrukt de vicepresident VP van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adin, tijdens de afsluiting van het EU-CELAC-coördinatie en samenwerkingsmechanisme voor drugsmeeting. Deze jaarlijkse bijeenkomst is een van de belangrijkste bijeenkomsten op EU-CELAC-gebied geworden voor deskundigen en landen om de verschillende beleidslijnen en opvattingen tussen twee regio's over de bestrijding van internationale drugscriminaliteit te bespreken. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap punt today.